President Chandrika Prasad Santokhi is nog niet tevreden over de manier waarop de veiligheid van Suriname wordt aangepakt. Dit heeft hij eerder laten doorschemeren en ook tijdens de jaarrede was het een van de onderwerpen die prioriteit geniet in het begrotingsjaar. Eerder dit jaar is er tijdens de eerste veiligheidsconferentie een nationaal strategisch en veiligheidsplan aangeboden aan het staatshoofd. Dit met het doel om verbetering te brengen in de aanpak van de nationale veiligheid. Santokhi heeft reeds onderhandelingsgesprekken gevoerd met het managementteam. Echter, er is nog geen verbetering te merken. Ik ben niet tevreden met die veiligheid. Ik ben niet tevreden. Ik heb de korpsleider laten komen. Ik heb de minister van Justitie en Politie laten komen. Ik heb ook gezegd, ik ben niet tevreden. Sindsdien voeren ze wel heel wat operaties uit. Je ziet ook die roadblocks die uitgevoerd worden. Maar er zijn groepen in de samenleving die de samenleving ernstig bedreigen. Met ernstige berovingen, met ernstige misdaden. Deze groepen moeten uit de samenleving gehaald worden. En daarvoor is er een gerichte opsporing nodig. Daarvoor is er een gerichte dadergerichte opsporing nodig. Tweede is namelijk die georganiseerde criminaliteit. Dat moeten we samen aanpakken met de internationale gemeenschap. We hebben de overeenkomst met Amerika al getekend. We hebben de overeenkomst met Frankrijk. We hebben de overeenkomst met Guyana. We hebben de overeenkomst met Brazilië. We moeten nu samenwerken om al die vliegtuigen die binnen ons territorium illegaal landen, dat gaan we gezamenlijk aanpakken. De president kijkt uit naar mogelijkheden om samen te werken aan een structurele oplossing voor het veiligheidsvraagstuk. Er zal nauw worden samengewerkt met de buurlanden en andere strategische landen. De diensten zullen volgend jaar worden voorzien van noodzakelijk materieel en persoonlijke equipment om effectiever te kunnen opereren, is ook aangegeven tijdens de jaarrede. De vaak aangehoorde klacht vanuit de veiligheidsdiensten gaat over een tekort aan financiën en middelen om het werk naar behoren te kunnen doen. Santokhi beaamde dat het de taak van elke regering is om de veiligheid in het land te waarborgen. Ik heb om bijstand gevraagd, ik heb om helikopters en vliegtuigen gevraagd vanuit het buitenland om ons te assisteren omdat we die middelen niet hebben. En als we die heli's hebben, dan hebben ze de capaciteit niet om die afstanden te vliegen. Natuurlijk is er een issue met betrekking tot middelen, materiaal. En daarvoor heeft de minister van Financiën opdracht gehad. En die openbare inschrijvingen worden voorbereid voor aanschaf van voertuigen, voor aanschaf van middelen. Zodat ook de politie goed uitgerust kan worden. En van het bedrag wat gealloceerd is door Financiën, daar gaat 70% gaat alleen naar justitie en politie voor opvoeren van de veiligheid.